Maar dit zijn vogels die zijn eigenlijk voor. Die zijn gekweekt in gevangenschap. Ze zijn niet uit het wild gehaald. Dat mag niet meer in Nederland en eigenlijk nergens meer ter wereld. Volgens mij was die van opa wel, toch? Nee, ik kom ook bij mijn kweker was. De giervalken kunnen heel slecht tegen ons klimaat. Bij ons in de lucht zitten bepaalde bacteriën die daar in het noordelijk halfrond niet voorkomen. Als we zo'n vogel, een zuivere vogel, die zouden huisvesten en zouden mee gaan valkenieren, zeg maar, dan maakt hij het niet lang. Hoe oud zijn deze valken? Deze vogels zijn van 2009, die zijn in het voorjaar van 2009 zijn ze geboren. Mocht je lang nog een valkenveer uitzoeken als je daar behoefte aan hebt? Ik heb er niet zo heel veel. Wie heeft er het meeste behoefte aan? Het valk is onmisbaar voor Willem momenteel, omdat hij gewoon heel veel goed werk doet hier in de regio. Twente, hij is min of meer een soort ambassadeur. Hij bezoekt basisscholen en instellingen. Hij laat zien wat valkerij inhoudt. Het is natuurlijk niks leuker als hij natuurlijk een echte valk bij zich heeft, want dat spreekt het meestal de verbeelding. Zeg, wat beroert met jouw valk? Hij zegt, zeg niet van wie je hebt, hier heb je 100 euro, dat is een begin. Hij zegt, doen hoor. Nee, momenteel ben ik nog steeds kapot ervan. Ik heb er geen andere woorden voor.